Nederland telt op dit moment ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst nog verder stijgen. Zo'n driekwart van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie. Ruim de helft van deze mantelzorgers zijn zwaar belast. Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Rivierenland en VPTZ Rivierenland besloten daarom enige maanden geleden te onderzoeken hoe de patiënten met dementie en hun mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Het heeft geleid tot een project waarbij VPTZ-vrijwilligers die al veel ervaring in de thuissituatie hebben ingeschakeld worden bij deze patiënten en hun mantelzorgers. Vrijdag 15 januari ging dit project officieel van start door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide stichtingen. Vanavond zijn we hier bij elkaar samen met de VPTZ en ons bestuur om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, zodat wij met beide besturen een bredere doelgroep kunnen bedienen. Zoals wij waren alleen voor dementerende en de VPTZ is eigenlijk alleen voor terminalen. Maar wij zeggen ja, er komen zoveel dementerende, zoveel mantelzorgers in de knel. En als je dementerend bent, dat is een ziekte, dat je nooit meer beter wordt. Dus uiteindelijk ook in een palliatieve sfeer. Dus wij hopen eigenlijk na de ondertekening veel vrijwilligers te kunnen krijgen. En die gaan scholen en zodat we meer mensen in Tiel, Neder-Betuwe en buren kunnen dienen als pilot. En we hopen dat later over de regio te kunnen uitdelen. Nu is vanavond de samenwerkingsovereenkomst getekend. En dat betekent dat we een pilot hebben van een jaar. Gaan we uitproberen of dit gaat werken, ja of nee. En dan moet er dan ook geld voor komen, sponsoring voor komen. Om het, want de vrijwilligers moeten deskundigheidsbevordering krijgen. Daar moet veel aan geleerd worden. Mensen hebben wel ervaring, maar moeten toch net meer iets weten. En reiskosten moeten betaald worden. Nou, daarom is er ook geld nodig. Zo. En Alzheimer betaalt wat, VPTZ betaalt en dat doen we allemaal samen.